Welkom allemaal weer bij een nieuwe vlog van Mobicep. Jullie zullen het al aan de titel hebben gezien naar wie we vandaag gaan. Maar jullie gaan niet aan de titel zien wat ik met hem heb gedaan. En dat ga ik jullie zo meteen wel laten zien in dit filmpje. Maar voordat ik begin, wil ik jullie even eerst vragen om alle blauwe duimpjes omhoog te doen. Om alle likes omhoog te doen. Want de abonnees moeten ook omhoog. Dus abonneer op mijn kanaal. En hoe meer liefde, hoe meer shows, hoe meer weet ik veel wat, hoe meer liefde ik aan jullie show. Dus voordat we verder gaan, eventjes. Ik doe de mond ver. La 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 la. We zijn hier zo in Anvers, papa. Eén dikke ezeltje naar Anvers. We gaan zo even met mijn broer trainen. Vakken strijden. Hey, vakken strijden. Wow, één dikke ezel naar deze strijder sowieso. Vakken dan even. Wie ben je nu? Huh? Wie ben je? Almar. Eén dikke ezel naar Almar sowieso. Top, waar ga je naartoe nu? Ik ging richting Slacht Aslan. En je komt naar daar? Ja. Ik ga naar Sofie en Gianni, kom ik terug. Snap je? Ik ga de tik maar naar broer. Of samen zijn. Rust. Yo. Ja, maar strijders herkennen je gewoon op straat hier, man. Waar we zijn er? We zijn naar Brothers, we zijn in Anvers, we gaan Anvers even wakker maken. Die maatjes voor ons. Kijk, wat wil je pakken, bro? Watertje, tuurlijk hoor. Ja toch, broeder, dus waar gaan we nou naartoe? Vertel die mensen, waar gaan we even naartoe nou? We gaan nu eens een spaghetti bolognese, pizza gaan eten. We gaan nu een pizza eten voor de proteïne shakes en zo, je weet toch, voor die eiwitten. Hij wil jullie wat vertellen, man, broer. Kijk, vroeger er was een tijd, vrienden, straat, dat was gewoon een kruis daarover. Het enige wat er bestond bij mij in mijn leven, dat was bezig fiets, dat was deze plek. Afstand van een uur, te voet, bus, tram, alles erop en eraan om op deze plek te komen. Je ziet dat ik had je, want je liet me achter. Zeg je af naar buiten. Wat even? Kijk, dat is niet eerlijk. Hij traint op 5, ik train op 8. Dat bedoel ik met trainers, ze trainen met tactiek. En ze zullen even niet vergeten, één dikke als ze naar deze strijd hiernaast gaan praten. Hai, push. 4. Kom, 3, 2, 1. En weer. Eerst hoeveel die we gaan pakken is de benchpress. Gewoon, stabiel, borst vooruit, hollen, hak in de grond. Zo. Tweede oefening die we gaan pakken, bovenkant chest, ja, bradas. Zie je? Hup. Rustig zakken. En bladeren. Ja, naar boven. Naar boven. En twee. Rustig zakken. En drie. Dan ga je handen naar buiten laten gaan. Dan ga je naar binnen. Naar buiten. Juist. Niet snel. Dit is de derde oefening die we pakken. Het is de inclined dumbbell fly. Pak twee losse gewichtjes. Het hoeft niet zwaar of iets. Gewoon losse gewichtslichtjes. Borst naar voren, je borst naar binnen en je gaat naar buiten. Niet te ver, want als je met je schouders pakken. Dit is voor die chest die apparaat. Neem maar plug en blaas uit. Broer, dat is niet normaal te werken dan. Ja, mooi, broer. Allee, broer. Ja, geef me nog meer kracht zo weer, Jerry. En dit is braten bij Lella. Ja, dat zit bij de trainer. Ja, kom maar. Hij is met trainer nou. Je weet toch wel. Hoe pak moet je dit pakken, broer? Pak.
normaal. Hou je borst eruit. Hou je elke keer naast je zitten. Ja? 3, 2, 1 en go. Push, push. Marie. Ja, borst naar voren. Maar push, maar push, 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 push. Oké, alles geeft, alles geeft. Push, 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 push. Aan, kom. 3, 10. Nou pak hem het derde setje. Nou pak hem 30 seconden en 10 keer met die bal gooien. Dit wordt afzien van Super. Maar waar ligt? Dus we gaan gewoon en beginnen. Ja, push. De eerste 10 seconden pak lekker rustig. Opvoer. Oh, hij staat op. Lekker rustig. Oh, dat is de bos eruit. De eerste 10 seconden zijn ook bij. Ga naar tempo. Push. Hoog, 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 hoog. Heb je meer lichaam? Ja, juist man. En push, 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 push. Lekker blijven aan, lekker blijven aan. En de laatste 10 seconden. Push. Dames en heren, ik ga je één tipje geven. Gezondheid is alles. Het is alles wat we hebben. Zorg daarvoor als eerst, dan pas de rest. Nou, we blijven jullie zeggen, gezondheid is belangrijk. Kijk, je kan wel doeken hebben, zo weet je toch? Maar gezondheid moet hoog blijven, snap je? Je kan wel doeken hebben, outfitjes, alles. Maar gezondheid naar voren, moet hoog blijven. Dus connect mijn bicep, man.
Deed Brada zeggen tegen mij, Soufiane Tjani pak die oefening, maar wij pakken hem iets beter. Soufiane is naar de wc, hij is onderhand al 20 minuten weg. Deze Bradas komen hier en zeggen wij gaan je de oefening laten zien. Ik zeg oké, is goed, geen probleem. Dus ik ga met mijn jongere Bradas eventjes. Oké, yes, 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 yes. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik alleen Soufiane ging trainen, maar ik zag in één keer aan de kant die jongere Bradas en ik denk ja, ik kan mijn Bradas niet zo hongerig laten kijken. Die jongens, ik zie, ze willen die gewichten opeten, ze willen meedoen, nou dan moeten ze ook meedoen. Eén dikke uitzending naar jullie allemaal. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je een leuke video, gooi die duimpje omhoog. Vond je het geen leuke video, ook duimpje omhoog, want anders kom ik je halen. En wat moet ik nog meer zeggen, duimpjes omhoog, likes omhoog, abonnees omhoog. En tot de volgende keer, ciao! Yo beste volgers, zoals jullie zagen, een super leuke dagje met mijn broer Soufiane Tjani. Vanaf nu gaan we gewoon elke rapper gewoon aanpakken, man. En in aanpakken bedoel ik in de zin van, we gaan hem mee naar de gym nemen en we gaan een leuke sportdagje doen. Maar Soufiane Tjani wil nou iets tegen jullie zeggen. Wie gaan wij nou als volgende rapper of bekend persoon of iemand, wie ga jij nou nomineren tot de volgende dag die met ons meegaat? Kijk, heel simpel. Ik heb zelf een dag doorgebracht samen met Mo Bicep. Deze man is niet normaal. Ik heb veel geleerd, ik heb veel gezien en ik ben gemotiveerd om morgen en overmorgen en inshallah. Maar waarom niet jij zeker? Ik nomineer één iemand vandaag de dag. We waren aan het nadenken. Ik ben gekomen op één man die zo, ook zo. Kosso, broeder, je gaat daar staan. Met deze man inshallah. En je zult trainen, net zoals ik vandaag heb getraind. En we zullen veel leren van deze man. Kosso, bro, die is groot, bro. Die is groot, maar ik weet niet of ik hem aankan, maar wat doe je, bro? Pak je wat anders, man. Deze man pak gelijk de. Bro, niet de rapper, Kosso, inshallah. Hij pak je kast, hoor. Kosso, broeder. Inshallah, oké, okay, wordt met jou. De volgende sessie die we gaan zetten, maak je klaar, Kosso. Maak je borst nat. Borst naar voren, kont naar achteren, bicep de lucht in en wij zijn daar. Hey. Vond je een leuke video? Abonneer op die kanaal. Zeg ze even, ze moeten liken, abonneren, delen, alles. En even Soufiane ook zo meteen doen. Een miljoen like. Alles heb ik gesloten, like. Bradas, hier in Anvers, Bradas. Like, abonneer, dames en heren, deze man is een man naar het hart toe. Safa. Wacht, broer, mijn album komt binnenkort, dames en heren. Wacht. Mijn album komt binnenkort, inshallah. Ook dit ding moet jullie omhoog pushen. Gelijk. Omhoog. We steunen elkaar, heel simpel. 1, 2, 3. In ieder geval, we hoeven niet meer veel te praten. Het was een leuke dagje, Brada. En we gaan snel elkaar zien. Ja, broer. Veel liefde naar mijn Brada, Soufiane Tjani, man. Jullie gaan veel dingen zien, inshallah.